mij? Leuk dat jullie weer zien. Leuk dat jullie mij weer naar mij weer kijken. Of weer komen. Welkom. Ik zal zeggen, ik doe mijn hoek op. Want ik heb een hele grote shoplog van Duitsland. Van Müller, Action, Lidl en Teddy. Ik ga eerst gewoon beginnen waar ik beginnen kan. Even mijn hoek op, want dan zie ik er even wat meer. Deze van Zin, speciaal voor diabetes. Gewoon 99 cent een tube. Dus ik heb er 4 gekocht. En dan ben ik bij Action in Duitsland geweest. En daar heb ik, om te proberen, nagel met nagels. En deze Foil Flix. Wat ik wil proberen, oorbelletjes te maken. Even kijken of dat lukt. En deze mooie kleurboek. 80 designs, hier staan er een paar op. Even. Dan laten zien. Dus die. Dan ga ik even kijken. Die kunstnagels waren 1,59 per stuk, dus ik heb er 2 gehaald. Deze waren, even kijken, 1,36 per stuk. Dus daar heb ik er 3 van. En dat boek kost, even kijken, 1 of 2 euro ook van de feite. Dus die. En dan ben ik bij Teddy gegaan. En ik was natuurlijk weer van de veronderstelling dat ik alles in had gepakt. Maar nee, ik heb maar 5 paar sokken gekocht voor 3 euro. En legging of beenwarmers voor 1 euro. Die. En dan ga ik naar de Müller toe. Zo heel even. Oh. Erbij pakken. Zo. Super lange mond. Even kijken. Ja. Even wachten. Heb ik gekocht. Een bad doucheborstel. Een hele fijne en die was 6,99. En dan heb ik deze deo gekocht. Die was 1,95 per stuk. Dus ik heb er 2 gekocht. Even kijken, droog shampoo.
puur om op te frissen. En eentje voor volume. Die was eentje voor 1,95. En de andere was even zoeken. Ook 1,95. En dan had ik voor een euro oogschaduwbasis. Twee stuks. Die waren een euro. Deze is van Essence. Even kijken of die erbij staat. Ja. Oogschaduwbasis 2,65. Liptint was 2,95. En dan heb ik ook nog oogschaduw van Art Deco gekocht. Die was 7,95. En ik had ook nog een gebitterbakje gekocht, zoals jullie weten. Ik heb een bovengebit. Dus die heb ik gekocht, die was 1,99 geloof ik, 1,95. En dan had ik deze gekocht. Even kijken, kan ik die nog ergens vinden? Podo. Volgens mij waren die 7,99. Dat wil ik vanaf weten. Dus deze kleverollers. Dus die. En daar heb ik ook een grote DM shop nog. Even geduld. Als je dan even niet oplet en ook niet even organiseert. Maar ik wilde het snel opnemen, dus vandaar. En zo mijn excuus. Weer een doucheborstel gekocht van Ebelin en die was, even kijken, volgens mij was die 1,95. Deze heb ik gekocht. Volgens mij was die ook 1,95. Ik kan het heel slecht zien. Ik heb een hele slechte bon. Kijk. Dus die. Ik heb een Tangle gekocht. Een nieuwe. En die was 15,95. Dan heb ik Hansaplast gekocht. Voetencreme. En die was 6,95. Ja, 6,95. Dan heb ik er twee gekocht. Ik heb Kanye gekocht. Heel goed spul is dit. Dit kreeg ik eigenlijk als aanrader van, Vrouwtje. En die was 7,95 stuk. Dus ik heb er gelijk twee gekocht. 7,95. Ik heb
hier twee van gekocht. Hier twee van gekocht, deze handrollers. En hier twee van gekocht. En die waren 1,95 per stuk. Heb ik ook Keratine Balea gekocht. Die was 1,45. Die wilde ik wel proberen. En heb ik voor tegen de zon gekocht, Balea. En die was 2,45. Ik heb een spiegeltje gekocht. En die was, even kijken, spiegel. Spiegel 5,45. Dan heb ik een Evelyn pincet gekocht, 1,95. Heb ik ook de drie color sponsjes gekocht voor 2,95. Dit was 99 cent. 95 cent. Deze was van Trent. Die was, even kijken, 4,95. Deze. En dat zijn deze kleuren. En dan heb ik ook nog een schiertje gekocht. Met aloe vera. Die was 95 cent. Heb ik van alles. Ik heb alles, dus ik zou zeggen, doe een duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal, druk op het belletje, blijf je altijd op de hoogte.